zet je altijd tegen elkaar. Aan, langzaam en diep. Kun je me goed horen? Kom zie ik het zo? Maar weet je. Ragazzi, dai. Ciao. Ragazzi. Hallo, kom daar. Nu is het niet beter. Wat? Is het niet beter? Ja. Ja, grazie. Doe je ogen dicht. Adem diep in. Adem weer uit. Adem in om te ontspan je handen. En we zijn hier allemaal samen vandaag om Satnam Rasaya te doen. Dat is een vorm van heling die werkt via de meditatieve aanwezigheid. Zo, vind een partner en dan gaan we meteen beginnen. En je gaat samen zitten met je partner. Eén persoon zit, dat is de healer. Het beste is om de matjes gewoon naast elkaar te leggen. En die andere persoon die ligt, dat is de patiënt. En zorg ervoor dat je, als je zit, dat je op een relaxe manier je patiënt kan aanraken. Dus eentje kan alvast gaan liggen. Ja, maar ze heeft een eigen vertaler daar nog, voor de Duits. You're the translator nog. Maar waarom werken jullie niet samen? Is dat niet handig? Nee, ze is ook Duits. Ah, ze is ook Duits. Oké. Okay. Jullie kunnen eventueel met z'n drieën werken. Zo, eentje liggen, eentje zitten. En de dingen die ik zeg, zijn voor de mensen die zitten. Dus
De mensen die liggen, die hoeven niks te doen. Het zijn, u zijn de patiënten. In het Engels zeggen we altijd, the patient has to be patient. The patient has to be patient. So the patient hoeft niks te doen. En de healer, die moet doen wat ik zeg. Duidelijk, nou. Dus, doe je ogen dicht. Doe je ogen dicht en raak je partner aan. En voel wat je voelt. In je eigen lichaam. En als je merkt dat je denkt, voel hoe je hoofd voelt terwijl je denkt. En voel dan ook weer heel je lijf. Luister naar het geluid. Hoe je lichaam voelt. Terwijl je dit geluid hoort. Can you put the sound higher? That's it. Okay, so wait. Luister naar de stilte. Er zijn geluiden,
Maar er is ook stilte. En ervaar die stilte. Open je voor de stilte.